Beste kijkers, het is alweer 5 jaar geleden dat Regio Leudal TV werd opgericht. Dit jaar vieren we ons 5-jarig bestaan. We zijn er bijzonder trots op dat we vele mooie producties en nieuwsitems hebben mogen maken met een groot team van vrijwilligers. Echter, zonder steun van onze sponsoren hadden we niet zo'n prachtige programma's kunnen maken. Daarom, dank aan Hubo uit Heidhuizen, autobedrijf Mebo en Diga Verzekeringen uit Rochel en Feeding Uitvaart uit Heidhuizen. In 2018 hebben we een aantal mooie registraties mogen maken. De gemeenteraadsverkiezingen, in samenwerkingsverband met Trek 88 uit Bezel, de graafschapsfeesten in Horn, het Europees Schutterstreffen in Nier. Elk jaar maken we een Sinterklaasjournaal, zo ook in 2018. Dank aan Ton Donders voor het schrijven van weer zo'n prachtig script. Maar ook muzikale producties registreren we graag. In december organiseerden de Leudalzangers een prachtig kerstconcert in de Sint-Nicolaaskerk van Heidhuizen. Hiervan maakten we prachtige opnames. In de toekomst zullen we ons steeds meer richten op grotere producties en minder op actuele items. De snelheid van de nieuwsverspreiding via de sociale media is niet meer bij te houden. We hebben keuzes moeten maken. En wat 2019 betreft, er staan weer prachtige producties op het programma. U kunt het allemaal volgen op onze website www.regioleudal.tv. In 2019 geheel vernieuwd. Wij danken u voor het kijken naar onze internetzender. En namens het bestuur en het team van Regio Leudal TV wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2019.